Vanmiddag vond Read to Me plaats, de voorleeswedstrijd voor brugklassers. In de ontmoetingsruimte van de Centrale Bibliotheek Dordrecht lazen 7 kinderen voor uit hun jeugdboek naar keuze. De scholen hebben op school een kandidaat aangewezen tijdens de schoolrondes eigenlijk. En dan hebben de meeste scholen 2 kandidaten doorgestuurd voor deze ronde. En alleen Develstein heeft 1 kandidaat doorgestuurd. Dus we gaan vandaag met 7 kandidaten de regionale ronde uitvoeren. In deze regio deden 3 scholen mee. Develstein College uit Zwijndrecht, het Insula College met 2 locaties hier uit Dordrecht en het Wartburg College en dan locatie Marnix hier uit Dordrecht. Read to Me is een landelijk project dat zich inzet voor leesbevordering. Deelnemende bibliotheken willen zo laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk is, maar ook leuk. Met name doordat er een wedstrijdelement in zit, dat spreekt de kinderen en de jongeren vaak wel aan. En voor de wedstrijd moet er veel gelezen worden om zo goed mogelijk op het podium te zitten. Dus in die zin is het ook leesbevorderend. De voorleeswedstrijd is al vaker gehouden. Dit jaar doen er landelijk veel meer scholen mee dan de voorgaande jaren. Wat we gemerkt hebben is dat de scholen erg enthousiast zijn over de wedstrijd. En dat het aantal deelnemers en kandidaten in de afgelopen 3 jaren enorm gestegen is toegenomen. Er werden 2 winnaars aangewezen. De ene winnaar werd door het publiek uitgekozen via stemformulieren. En de andere winnaar werd aangewezen door een speciaal aangestelde jury. Arjan Wilschut, een Dordtse schrijver. Rieneke Koek, een vertelster die hier in Dordrecht heel actief is. En Suzanne Kurntjes, collega educatieconsulent hier van de bibliotheek. De winnaars van de middag waren Stephanie van Verscheveld en Marlinde van Thor. Zij mogen naar de provinciale voorronde op 4 april in Delft. De landelijke finale is op 22 mei in Utrecht.